Dat is een van onze cheetahvrouwen. Die is hier geboren. Ze is nu inmiddels 7 jaar oud. En we hebben eigenlijk besloten op een gegeven moment om met haar te gaan fokken. Dus toen hebben we ook een nieuwe man binnengehaald. Nou, dat matcht niet helemaal lekker. Die combinatie lijkt niet te klikken, zeg maar. Ze zijn niet echt verliefd. We hebben er een aantal keer bij de man ingehaald. Dat doe je als ze cross wordt. Dan laten we ze langs elkaar lopen. Dat gebeurt maandelijks. En dan als wij denken, nou, dit is het goede moment, zetten we de man erbij. Dat liep meer uit op een soort van gevechtje als een goede dekking. Ze gaat uitgeplaatst worden naar Beekse Bergen. Halen we een vrouw uit Beekse Bergen hierheen. En dan gaan we kijken of die match beter is met onze man. Wij gaan deze week een cheetah vrouw ruilen met burgers hier op het park in Arnhem. En onze jonge vrouw van 2,5 Bomani, die gaat naar burgers toe. Dus het is een directe ruil van twee vrouwelijke cheetahs. Je ziet hier achter ons staat een transportkist aan het binnenverblijf van de cheetah vast. En daar zijn we al een aantal maanden mee bezig om haar te trainen, om in die kist te komen. En dan bieden we haar kleine stukjes vlees aan. En dan wordt ze eigenlijk heel eigen met die kist. Op het moment dat het transport plaatsvindt, dan kunnen we die schuif achter haar gewoon dicht doen. En dan is ze eigenlijk op dat moment opgesloten in die kist. Maar dat is wel een manier waarop je een dier heel rustig kan inkisten voor een transport. De dierenarts hoeft niet te komen, hij hoeft niet verdoofd te worden. Dus dat is uiteindelijk beter voor het dier en voor onszelf ook prettig. Omdat we er zo naartoe werken. Cheetahs hebben niet altijd een liefde voor elkaar, als je het zo kan zeggen. Dus ze is altijd afwachten hoe ze op elkaar gaan reageren. Benodigt heel veel expertise en ervaring van de verzorgers om op het juiste moment de cheetahs bij elkaar te doen, zodat er ook een dekking kan plaatsvinden. Cheetah-vrouwtjes tot een jaar of 10, die kunnen zich nog voortplanten. Meestal na die leeftijd wordt het al gemiddeld lastig. Het vrouwtje in burgers, die is al 7, dus die is al een beetje op leeftijd. En we proberen hier, door haar een nieuwe omgeving te geven, haar te stimuleren dat ze misschien wel gedekt wordt en drachtig raakt. Cheetah de Bomani, dus die is hier geboren, die is natuurlijk verwant met onze mannen. Haar vader en haar oom, specifiek gezegd. Dus zij kan hier niet voortplanten, want er is geen genetisch onverwant mannetjesdier hier. Dus om die reden gaat zij naar burgers toe. En we kunnen dan natuurlijk altijd weer van leren, ook van Beekse Bergen, van hoe doen jullie het? Kunnen we misschien tips van jullie krijgen? Dat is die samenwerking die we belangrijk vinden. Want ja, wij kunnen wel een bepaalde manier aangaan, maar misschien hebben hun wel een betere manier. Of komen we samen verder? Dus daar hopen we op. En dan natuurlijk hopen we dan op jongen in de toekomst weer. Want in het verleden, weet je, hebben we 2 keer een nestje van 6 gehaald. Nou, prachtig voor ons. Goed voor het fokprogramma en ook leuk voor het publiek. We hopen natuurlijk dat deze uitwisseling voor beide parken succesvol is. Dat dus beide cheetahs prachtig raken. Daar doen we het allemaal voor, want we hebben in de populatie hebben we jonge cheetahs nodig. We hebben verjonging nodig in de populatie. En daarom switchen ze dus potentiële fokdieren.